starting in 2010, when the Constitutional Court decided against our statute of autonomy, which is similar to a constitution, to a Catalan constitution, people in Catalonia decided, was absolutely fed up, and decided to try to express politically that we want to build up an independent state. So basically the idea was, let's find an agreement with the central government in Madrid to carry on a referendum, a normal referendum that happened, for example, in Scotland or in Quebec. Mm-hmm. The answer from the central government was no. On Sunday, I'm sure there will be a high participation that will be an absolute success for this main goal, to show the world that Catalans want to decide about our political future. Bent u nerveus voor morgen? Helemaal niet nerveus. Ik ben helemaal niet nerveus. Kijk, ik ben een ambtenaar en de Spaanse staat heeft gezegd dat ik eigenlijk misschien mijn post kan verliezen omdat ik vrijwilliger ben om te helpen bij de stemlokalen. Ik ga het doen samen met 10 andere ambtenaren en er is niemand die nerveus of bang is. Wat nu heel leuk is voor ons in de huidige situatie, is dat we vroeger steeds moesten gaan onderhandelen, altijd afhankelijk waren van de beslissingen van iemand anders. En nu voor de eerste keer in 300 jaar hebben we het gevoel dat wij eigenlijk leiden en zij volgen. En dat is een leuk gevoel. Als we kijken naar de vorige verkiezingen, je hebt altijd ongeveer 40% van de mensen die zich onthouden. Dus ik denk dat als wij 1,5 miljoen mensen hebben die morgen gaan stemmen, dat is heel veel. In de symbolische referenda die we hadden tussen 2009 en 2011, heeft 800.000 mensen gestemd. Dus als we twee keer meer dan dit doen, dan denk ik dat het heel positief is. Yo vivo aquí, he vivido con ellos, convivo con ellos. También he vivido en Madrid. Los respeto, los amo, los quiero a todos. Pero la libertad que busca Cataluña o lo que quiere mostrar o expresar Cataluña no es violencia. Al contrario, es un sentir, es un sentimiento. No es político ni económico, es un sentimiento. Es un momento emocionante. Muy emocionante, muy emocionante. Yo nací en la época franquista y he vivido 21 años sin poder votar con Franco. Y ahora para mí es una segunda libertad, una segunda acción que nos lleva a la libertad. Es muy emocionante poder votar. Dale besos, dale más.
So this is a really important thing. It's important, very important for me. It's very, very important because we made history. And I want to be part of it. I mean, I left my country, my city, my town 48 years ago. And I left because Franco, because there was the Catalan people was oppressed. And still, would you believe, after 40 years, or 30 years, or 35 years without Franco, still suffering the consequences of Francoism? It's enough, it's enough. Independence is around the corner. That's what I do believe. Avui, més de 2 milions de catalans hem votat sobre la independència. Es solo un comienzo, sí. Un camino. Sí, un camino a recorrer, y esto es para futuros, los futuros hijos, que lo puedan disfrutar bien, porque si no disfrutan, mal, ¿eh? Tenemos que pasar, en vez de 300 años, tenemos 500 años. Sí. Y sin Cataluña no son nada.